atelier. Ik sta hier momenteel een stuk rustiger dan een aantal weken geleden. Toen kreeg ik namelijk de zenuwslopende, maar fantastische opdracht om vanuit de Museumweek een schilderij te maken, geïnspireerd en gebaseerd op een tentoonstelling. En ik koos daarvoor Museum Gouda. Nou, ik kreeg 24 uur om dat te vervaardigen. En het goede nieuws is dat dat schilderij is opgenomen in de tentoonstelling Stil Leven, waarop ik hem nu heb gebaseerd. Dus die wordt vandaag onthuld en ik neem jullie mee. Hier staan we dan. Dit is de tentoonstelling waardoor ik me heb laten inspireren om mijn schilderij te maken. Dit is Stil Leven in Museum Gouda. Ik heb me laten inspireren door verschillende elementen uit deze tentoonstelling. En ik heb heel bewust gekozen voor deze tentoonstelling omdat ik hem heel toegankelijk vind. Iedereen herkent wel wat er is afgebeeld. We hebben het werk van Mignon opgenomen in de tentoonstelling, omdat het een heel veelzijdige kunstenares is die met een eigen kritische en open blik naar de wereld om haar heen kijkt. En dat becommentarieert in haar werk. En ze laat zien met het werk dat het zijn leven er nog steeds toe doet. En doet het op een hele moderne, frisse manier. En we zijn heel blij dat het werk hier in het museum gaat te zien is. En we gaan het zo onthullen. Ja, daar is hij. Ja, daar is hij. Het is zo leuk om hem hier te zien hangen. Ze zeggen wel eens dat 25% van je werk ook de ruimte is waar het hangt. Nou, voor mij is dat nu echt 100, want het is zo tof. En het is ook leuk om de kleine dingetjes die ik dus geadopteerd heb van andere schilderijen, om daar eigenlijk door omgeven te zien. We hebben hier natuurlijk het wijnetiket van Bart van der Lek, maar we hebben hier ook een handje van de overbuurman. En nou ja, de rest moet je maar gewoon in het echt komen bekijken, denk ik. En het is ook mooi dat de musea weer open zijn, omdat het een werk is dat over de coronacrisis gaat. Het gaat namelijk, het is het stilleven van de coronacrisis, maar ook een beetje de hand die nog door moet werken. De hand die wel misschien in vrijheid leeft en wat je daar allemaal in ziet, dat mag je zelf bedenken. Maar het is in ieder geval, hij voelt wel een beetje als ik kan er wel aan wennen.